Ja, en met de kwartfinale in zicht staan onze sterren allemaal op scherp. En voor de jury staat, ja, buiten kijf dat Jenny één van de grote favorieten is. Maar is ze bij de kijkers ook zo geliefd? Ja, het is in ieder geval voor Jenny iedere week weer een krachttoer om de jury te kunnen verrassen. En dus is het trainingsschema zwaarder dan ooit. In een moordend tempo vliegen Jenny en Ryan over het ijs op de hit van afgelopen zomer. Een nummer dat je maar niet uit je hoofd krijgt. This week we're getting to No Speak Americano. No Speak Americano. It's a lot of fun. We're interacting and dancing a lot. Ik dans met drie mannen en ze gaan me ook liften. Dus dat is gewoon superleuk. Het is weer wat anders. No Speak Americano, dan denk ik aan Ibiza en dansen op een blok. En gezellig met een borreltje in mijn hand. Ja, dit vind ik wel echt een zomernummer. Jenny is dol op vakantie vieren. Wat doe ik op een vakantie? Ik lees heel veel, ik lig heel veel, ik zwem heel veel en ik ben veel op het water te vinden. Heerlijk. Oh, en we hebben er allemaal weer zo'n zin in. Heerlijke zon, lekkere zee en een geweldige zomerhit zoals We Speak No Americano. Dames en heren, hier zijn Ryan en Jenny Smits. Da birichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Wat een vaart, Jenny. Ja. Ongekend. Ach. Je ging als een speer over het ijs. Ja. En je wordt steeds vrijer. En wat een moeilijke dingen deed je er ook nog tussendoor. Oh, wat een heel snel nummer. En, of een heel langzaam nummer. En ja, dan is dit zo'n contrast. En het is zo leuk om met die mannen zo hoog te zijn. En om met drie mannen te schaatsen. Dus ja, te gek. Ja, dat lijkt me ook leuk. Ja, echt superleuk. Hé, maar op een gegeven moment werd je natuurlijk opgetild. Is het dan niet zo als je naar boven kijkt dat je dan helemaal weer neergezet wordt en draaierig bent? Of viel het nu wel mee? Nee, helemaal niet. Nee, zoveel draaierig zit er niet in, hoor. Valt wel mee. Nee. Nou, je geeft je echt helemaal over, hè? Huppata. Ja. Voorover, achterover, de lucht in. En, het is wat met die Smitjes allemaal, hè? Met dit tussen de Jantje Smit en de Monique. Schitter jij ook? Dus we hebben er straks weer een bekende Nederlander bij. Nou, ja. Uit één familie. Ja, ongelooflijk. Ach, jongens. En straks op die dijk daar in Volendam. Moet geheimen vragen aan mijn vader. Ja, dat mag je straks wel aan doen. Hey, het zag er hartstikke lekker uit. Jullie gingen vlot, goed met de chorus mee. Vond je het ook leuk, Nens? Fantastisch, ja. Gelukkig. Ik denk, ben je er nog een beetje wijs in? Ja, maar je bent er wel. Ik heb de indruk van deze prachtige poedel. Dus oh, ik zou zeggen, kom hem maar halen, Jenny. Okay. Hey, ga lekker naar de jury toe. Ja. En veel succes. Je ziet op zo'n avond nog eens wat knuffelbeesten voorbij die je nog nooit... Oh, dat is mijn Heb ik altijd gewerkt als juf, ja. Echt waar? Och, wat lief. En die zijn allemaal hier? Ja, een heleboel. Oh, laat eens wat van je horen dan. Oh, wat schattig. Nou, die komen je steunen. Dus dat zijn de mensen die vanavond op jou stemmen. Maar we hopen natuurlijk op meer stemmen. En op een positief commentaar van de jury. Zit daar. Heb je het gezien? Mark ging voor je staan. Nee, ik zag het niet. Echt waar? Ja. Te gek, toch? Het was
was ook weer onwijs goed. Ja, ik heb niet zo heel veel opgeschreven, want het ging ook te snel en het was te gek. Die Choctaws, zeg ik dat goed? Daar in die hoek, die zijn heel erg moeilijk. Maar ik hoorde dat jij de eerste dag die al vloeiend deed. En de Swing Mohawk, die heb ik geprobeerd gisteren, maar dat ging voor geen meter. Je bent gewoon onwijs goed en zoveel energie. Oh ja, en die houding in de lift, pap, gelijk, helemaal goed. En ja, nou ja, verder weet ik niet meer. Gewoon goed dus. Wat lekker om te horen. En ik zag Jane al knikken van ja, 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 dus ik ben benieuwd. Ja, die diva lift, hè? Helemaal showbusiness op in de lucht met drie mannen om die heen. Wat meer wil je? En gelijk ging je erin, hè? Je stapte erop en je gaf alles mee om te mogelijk te maken. Ik heb dubbele lunges gezien. Ik noem niet de Choctaws en al dat soort dingen. Heeft Sita al gedaan. De roll-up over de schouder was heel erg goed. Jij bent gewoon het prinsesje op het ijs. Yay! Goed, ik laat je even los. Dan gaan we gewoon rustig die punten ondergaan. Jane. Caroline, 10. 10. Dat is 1. Hein. Ik voel je vanavond verreweg de beste. Van mij krijg je ook een 10. 10. Joehoe. Ka-ching. Sita. 10. Nou Mark, als jij bent gaan staan, dan moet het een 11 worden. Dat was verschrikkelijk goed. 10. 10. 4-maal. Jenny, je gelooft je oren toch niet meer op zo'n avond? Is dat niet normaal? Ik geloof het gewoon niet. Het is een droom, echt. Het is echt zo. Weer een 10 erbij. Dus een gemiddeld cijfer in totaal van een 10. Oh, Jenny. Ben je er blij mee? Ja, maar weet je, wat moet ik nou volgende week weer doen? Ja, je verzint vast wel wat. Als ik erin blijf natuurlijk. Oh, ik zeg al volgende week. Ja, maar ja, dan komt toch weer dat Ralf-gevoel ineens omhoog. Want ook Jenny heeft uw stem hard nodig. Als u vindt dat ze hier volgende week gewoon weer moet staan, pak dan echt serieus nu die telefoon. Want als u het niet doet, is het voor Jenny en Ryan toch afgelopen. Dus 0909-1355 of sms Jenny naar 4600. Nou, duimen hè, meid. Jenny en Ryan!